We gaan driften op een gletsjer in een hele dikke raceauto. Oh, wat dik! Het is toch alweer dikke kwartier geleden dat hij voor het laatst bier heeft gedronken. We gaan nu apreskiën! Yes! Andere kant van de berg, andere gondel gepakt, uurtje kwijt. Telefoon is uitgevallen. Ik heb er denk ik al 3 keer gebeld. Kijk, Pieter zie. Hij kan overal zijn. Overal. Oké, ik ben dus inmiddels ben ik hier naar binnen gegaan. Ik heb het hele terras afgezocht. Binnen gevraagd of ze een meisje hadden gezien met een panterjas. Ik denk dat ik er maar het beste van ga maken. En gewoon even lekker gaan installeren in zo'n lichtstoel. Misschien die stoel. Kijk eens even wie daar is. Kijk, die is godverdomme. Ik heb de hele tijd... Ik heb de hele tijd naar jou gezocht. Ik ook naar jou. Ik zit gewoon in het zonnetje. Ik heb geen telefoon. Oh. Mag ik wel met jou skiën dan? We gaan weer skiën. En we zijn nog steeds in Oostenrijk. We zijn vlog op Innsbruck en we zijn aangekomen in Zulde. Allermooiste skidag ooit. Ja. Jij vindt het leuk, hè? Ik vind het gek. Ik heb zo naar mijn zin. Ik heb ook alles gered. Zonder geld, zonder plan, zonder iets. Hoor jij nou ook mee op een van de trips aan mij? Dat kan. De laatste aflevering ga ik naar Praag. Dan kan je mee. Wat je moet doen is abonneren op het YouTube-kanaal van Transavia. Ben jij al geabonneerd? Ik ben geabonneerd. Heel goed, schatje. Heel goed. Anders mocht je ook niet mee. Ja. En in de comments laten weten wat jij mee wilt. En dan ga je misschien weer naar Praag. Ja, ik zou het zeker doen, jongens. Want dit is zo te gek. Ja. Wat een avontuur dit. We hebben het echt mega naar ons zin. We gaan nog even skiën. Maar ook... De apreskiën! Ja, let's go! Yes! Hele dikke props voor Zulde. We hebben geskiet. We hebben leuke mensen ontmoet. We gaan nu apreskiën. Vertel eens even de locals. Can you give us 2 beers for free? Kijk. Perfect. Cheers, Piet. Cheers, Ies. Volgens mij hebben we een superlekker skiën gehad. Kijk naar dit uitzicht. Wat een avontuur. Kom naar de apreski. Let's go. Dit smaakt naar meer. Goed nieuws. Zoals je misschien al meegekregen, heb ik een beetje gedm'd met iemand via. Ik had natuurlijk een oproep op Instagram gezet. Kan jij ons helpen met slaapplek? Slijt dan in mijn DM. De jongen heeft gereageerd. We hebben hier met hem afgesproken. Ja. Hallo, hey. Skileraren. Oh god. We zijn op zoek naar Nick. Dat ben jij toch? Dus, hebben jullie toevallig het filmpje gezien op Dumpet dat iemand van het balkon sprong? Nee. Nou, dat ben ik. Dus. Oké. Okay. Ja, voor alle regures. Ja. Ja, wij hebben natuurlijk contact gehad via DM. Ja. Heel lief. Iemand had jou weer getagd dat jij dan weer skileraar was. Ja. En dat we wellicht jou even konden benaderen voor een slaapplek. Ja. Het is echt een typisch Oostenrijks huis. Helemaal top. Maar weet je, het alternatief is in de sneeuw slapen. We hebben een topdag geskiet. We hebben onze skileraren via de DM ook in levende lijven gezien. Ja. Zoveel zin om het af te skiën. Let's go. Volle bak. Even een skieten. We hebben zoveel snaps, bier, Jägermeister op. Ja. We moeten wat eten. Wel fijn, oké. Also, we hebben ook niets om essen en we hebben veel honger. 50 meter is deine Boeren. Ja. Die zijn verdiend. Oké, laten we hier, ja. Dank je. Oké, dank je. Okay. Niet gelukt hier, maar hij zegt hiernaast maak je gewoon kans. Ja, gewoon al hebben we maar wat kleins. Een klein beetje om essen. Peanuts, ja. Dat hebben we niet. Peanuts. Dat is beter dan niks, toch? Ja. Ja, niet de meeste kleinigheid. Dat is ook mijn antwoord. Okay. Is er ook niet wat kleins? Nee, ook niet wat kleins. Oké, wat groots dan? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat gewoon, je betaalt niet? Nee, dan krijg je niks. Nee, dan krijg je niks. Nee, ja, sowieso niet. Begrijp ook wel dat het zo werkt in de wereld. Dan probeer je toch een beetje de gastvrijheid te testen. Daar gaat het om, dat ze het je gunnen. Ja. Oké, jongens, we hebben een klein probleem. We hebben wel leuk geapreskiet, maar we hebben niks gegeten. We hebben wel heel veel honger. Maar we hebben met onze skilerarenvrienden afgesproken 7:30 bij de grote lift hier naar de vuurwerkshow. Ja. Wij hebben geen pas. Hey, moet je vragen of jullie naar boven mogen?
Oké, Iris, spreek jij eens even met je mooie blonde lokken aan. Kunnen we hier nach oben gehen? Ja, maar ik kan hier maar zien, oder? Kannst du für einmal nicht gucken? Leider nein. Nein. Oké. Dat zijn echt twee hele fanatieke uitsmijters bijna. Ja. Dus nou ja, ik denk dat de enige kans die nog rest is onze skileraar vrienden vragen of zij voor ons zouden willen betalen dan. Wel een beetje zwemmen. Ja, want ze hebben ook al slaapplekken. Oh. Is er misschien een kans dat jullie ons kunnen helpen? Ja. Voor deze ene keer. Ah! Yeah! Ik vind het wel heel leuk, Piet. Even een klein leuk momentje. Ik vind het leuk dat je mee bent. Thanks! Nou, hoe vind je het vloggen? Ik vind het vloggen superleuk. Ik ben Pieter. Je kijkt een nieuwe vlog. Het like en abonneer. Swipe up. Wat noem je? En comment. Comment daaronder. Nou, doei. Ja, Jura is kiezen naar bier. Heb jij zin in bier? Ik was helemaal in een biertje. Het is toch alweer dik een kwartier geleden dat ze voor het laatst buurt. Ze halen een skilera bier. Ja, dat is extra lekker. Dat is extra lekker, want er zit extra veel korting op. Nick, te gek. Proost. Cheers. Hey. Wat een vette show was Niemal. Dit. Enorm genoten, maar het is nu tijd om te gaan. En we gaan met de skilera erbij. We hebben geen keus. Let's go. Waar, Nick? Waar kunnen we eigenlijk slapen? We zijn huis. Maar op de bank of een bed of een... Ja, ik denk in de woonkamer. In de woonkamer op de bank dus. Ja. Oké, okay, ja. Dankeschön. Een boos, ja. Hij wil een kus. Wat een mooi gozer. Piet, dit hebben we goed geregeld, hè? Dit hebben we goed geregeld. Hoe is het nou eigenlijk om dus skileraar te zijn? In het begin van de week denk je echt, oh mijn god. Na het einde van de week komen ze mooi de piste af. Wat is er nou echt niet leuk? Kinderen. Ik ga even dekens regelen, toch? Ronselen ergens. Ben jij een deken? Ik heb een deken. Ben je blij met je deken? Ik ben heel blij. Vind ik alleen nog een deken nodig? Ja. Heb je hier geen deken? Dit kan als deken, Piet. Ja, je hebt er voor de... Dit is wel heel vies. Ja, toch? Nee, dat is een dekentje voor jou, Ies. Dan pak ik jouw vliesdekentje. Nee, oké. Okay, vanaf zoek naar nog vliesdekentje. Ja, we gaan nog een vliesdekentje. Het is heel koud namelijk. Oh, Tom, neem jij die? Lekker dag gehad vandaag. Ja, echt een vet leuke dag gehad. We hebben dekens, we kunnen douchen. Ja. En we gaan weer door morgen. Heb jij twee dekentjes? We hadden ook met min 10 onder brug kunnen slapen. Ja, het is denk ik 39 graden in deze kamer. Iris heeft aan een trui, een legging, thermoshirt. Eerste vlies, tweede vlies. Ik heb het nog steeds bokjes koud. Prima slaapbank, bed hier. Ik heb alleen een veel te kleine deken. Maar het is super warm in deze kamer. Dus, ik heb het zo koud. Ja. Slaap lekker. Daar achter dat scherm ergens in de hoek. Jongens, slaap lekker. Goedemorgen, Simon. En weer lekker kopje thee iets. Ja. Bij de helft. En een broodje pindakaas. Is toch iets, hè? Ja, hoor, ik ben al lang bij, joh. Niet met je mond vol praten, hè? Eerst een kopje thee en hier een half broodje pindakaas. Vissa. Goedemorgen, Silda. Goedemorgen. We're alive. We zijn er weer. Ja, ik heb echt op een soort van strijkplank geslapen. Ja, ik zou een dingetje. Ja, ik heb overal een soort van nekhernia. Maar ook dat is grensverleggen. Superleuke mensen. Het is leuk om te zien en hun verhalen te horen hoe ze op en aan naar die skiliften gaan, die kinderen meenemen. Ja. Dat is leuk. Superleuk. En vandaag is een nieuwe dag. Nieuwe dag. Nieuwe kansen. Ik ben een beetje verkouden, maar ik denk dat hele leuke dingen gaan doen. Nieuwe mensen ontmoeten. En een beetje sneeuwhappen. Oké. Oh, spijkerbroek, Iris, godverdomme. Oh, dit is echt een kutstrek. Ja. Dit is echt een kutstrek. Dit was nog even... Ja, vraag van wat? Je had ook al sneeuw in mijn nek gegooid gisteravond. Ja, maar jij doet dus het gewoon net een sneeuwbal in mijn nek als de camera niet aanstaat. Let's go. Oké. Ik heb echt heel veel honger. Ah, we hebben gewoon gisteren vrijwel niks gegeten. Nee. En nu zal dit misschien het eerst voor dat we weer kunnen eten. Een brekje fixen. Oh. Ja. No? Voor een small question. Nee, ze wilde echt niet. Wat ongezellig. Nou. Excuse me. Is it possible that you can buy a little breakfast for us? Just a croissant? Ja, oké, thank you. Oh, amazing. Thank you so much.
gisteren iemand ontmoet in de apres-ski boven. Ja. Die ons vertelde over een race experience. Ik hou natuurlijk heel erg van autoracen. Ja. En zeker in de sneeuw. Dus ik denk dat het wel heel moeilijk wordt. Maar we gaan proberen en even kijken waar het is. Hoe ga je dat regelen zonder goud? Ja, dat weet ik niet. Nee. We gaan het gewoon proberen, toch? Sowieso. We hebben nog een paar uurtjes voordat we gaan vliegen. Dus ik zou zeggen, let's go. Let's go. Do you know anything about something about drifting or racing in the snow? It's over there. Dit zijn ze allemaal. Welke vind je het mooist? De snelste. Gaat gewoon weer. Mijn muts af, chic hotel. We saw that we could race and drift with the cars on the snow. Yeah. I'm a racing car driver and I thought, wow, that would be cool to do that here. I just have to ask Claudia, one of the managers. Okay. Just one moment. Okay no problem. No problem. Ja, dit wordt heel spannend. Altijd bellen denk ik altijd van, oké. Ze is nu eens aan het bellen. Ja. Heel erg spannend dit. Okay, dit lijkt op goed nieuws. Ja, dit lijkt op heel erg. Yes, it would work. Yeah, it would work. Is. Ik ben een beetje in shock. Ik ben ook in shock. We gaan gewoon. Ja, ze had mij even opgezocht en aan de baas gevraagd. Ja. En nou, toevallig ken ik haar. Want dat is Claudia Huurtkunen. Dat is een ontzettend goede vrouwelijke coureur. En ik heb best wel veel tegen haar gereisd. En zij werkt hier dus ook met deze experience. En chill. We're gonna have some action in the snow, right? Yes, your car, the M4. Oh, is very dit een nice. Hoeveel zin heb jij hier? Heel veel zin. Ja. We gaan driften op een gletsjer in een hele dikke raceauto. Oh, wat dik. Wat vet. Ik ben echt heel blij. Want ik ga driften in de sneeuw. Holy shit, wat was dit vet. Om hiermee de allervetste trip te zijn. We hebben hier tussen deze bergen lopen driften. Het was echt te gek. Maar ik weet niet of een andere grensverlegde aflevering dit kan overtreffen. Grensverlegde to the max. We hebben in een live band opgetreden. We hebben met skileraren geskiet. We hebben bij skileraren geslapen. We hebben schoongemaakt voor een overnachting. We hebben eten gratis gefixt. Oh, we hebben skis gratis gefixt. De mensen hier, ze deden soms een beetje moeilijk met eten, maar overal... Ja. Echt, ja. Zijn ze zo gastvrij. Alleen maar lovende woorden. Het kan niet weten. Dit was zo leuk! Dit was hem dan, de tweede bestemming voor grensverleggers van Transavia. Jij kan ook mee naar de laatste bestemming, naar Praag. Wat je moet doen is ergens in de comments laten weten waarom jij mee wilt. En natuurlijk abonneren op het YouTube-kanaal van Transavia. Ja jongens, en dat is gewoon, dat moet je doen. Het is namelijk zo leuk en het is zo'n avontuur. En stay tuned, want volgende week ga ik met Jesse Jess naar Tel Aviv. Oeh, wat vet zeg. Dus dat wordt ook dik. Doei jongens, tot volgende week. Doei. Ik zou dit eigenlijk met Iris gaan doen, maar er is helaas een ongelukje gebeurd. Succes Rob en Jess!